test, 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 test. Doet het? Goed te verstaan, dames en heren. Luid en duidelijk. Ik wil eerst even beginnen met onze schutterskoning te feliciteren. 30 jaar heeft er al door om schutterskoning te worden. Dan ben je toch maar een heel slechte schutter. Maar heb je even de gistermiddag overschotten? Ik weet niet of je op televisie zien. Hij was knetterblie. Blie als een klein kind. Meteen door nog worden emotioneel. Toen kwam me aan het denken hoeveel eieren we niet verkopen moeten wat hem dit jaar ging kosten. En Harry Zekergrootje, Harry Schotten, wethouder van het CDA van de gemeente Hof van Twente. Dat is een keel om je harten. Hij heeft hier een hoop werk verzet in Goa. In Goa heeft hij nog last met bomen. Harry wil de bomen maar voor hem, volgens mij heeft hij een open heer of zo, maar dat weet ik niet. Maar dan wil de bomen geen voor hem en die Goa's wil dat niet. Nu hebben we in Markel nog een boer aan de stoevelaars weg. Die stelt gratis de boom beschikbaar, maar dan valt ze om een dag na de storm. Helemaal vlak. Maar wacht, hem zeg wel, Harry. Ik blijf vandaag een hele dag bierlopen, maar hier vandaag van Jora zoveel geld hier. Dat kaasplein bedacht. Ik denk dat je goed bij elkaar zit. En dan wil ik hem een tip geven. Hij begint met de scholen te bouwen. Neem dan niet dezelfde bouwjongens erbij als we hier hebben gehad. Maar dan zit de havenkamp nog 5 jaar vast aan die scholen bij toes. Zeg Ari, wat wil je een lange stoel bij jou? Wil Jan, ik zag hoe vertellen. Hè? Dat kwam van mond van Jorneke en een verjaardag van iemand die was 50 jaar geworden. En als je maar 50 jaar wordt, dan is het heel normaal en gewoon dat je een heel hoop botten in de tuin hebt staan met een stoel erbij en in een stoel zit altijd een Abraham. Door nee. Misschien wel 15 botten in de tuin met allemaal tekst erop en overal een leuke solbi. Ik vond het een klein beetje vreemd. Toen zeg ik nog tegen zijn vrouw Truus. Ik zeg, hoe zit dat nu elke? Heel naar botten, geen een Abraham te beginnen. Nou, zegt Truus, dat vind ik toch niet zo heel vreemd of wat dan? En Abraham van Mizeg is toch nooit bedoes. Ja, lachten we erop. Afgelopen week heeft iedereen volg wat Maarten van der Weijden gedaan heeft. Nou, dus diep respect, petje af, even een super doel. Ja, ja, dat mag. Petje af. Nu heeft hij van vuur in Markel ook een prestatie gehad. In veel mindere mate, maar ook petje af. Vat je op bij de voetbal, hebben ze de Paasbazaar. En bij de Paasbazaar hebben ze zo'n machtig veel prijzen. En je, ja, je wilt niet weten waar je allemaal kring kunt. Maar daar heeft ook ene Tim Greven heeft een treesje eieren gewonnen. Met het Rad van Fortuin. Maar Tim daar lust af een beetje bier. En op lessen vanmiddag heeft hij jongen presteerd om met een treesje eieren lust achter op de fietsen. Zonder dat de ene kapot is gewoon hagelsteen dronken naartoe te fietsen. Knappe prestatie toch? Ja, dat ging ook. Jongens, ik maak het ze brok. Dat doe ook toneelspel. En dat doe ik met een heel gemêleerd gezelschap. Van jong tot oud. Ik weet waarom wie het noodsen is natuurlijk. Toen ben ik erachter gekomen, onder het koffiedrink en wat er van alles gepraat. En toen ben ik erachter gekomen dat er gevreed tegenwoordig toch wel heel aanscheerd als vroeger. Toen ik een vriend ging, toen was ik altijd wel groen blij dat wie woensdag was. Maar dan kon je er weer even mee. Maar dat ging tegenwoordig helaas. Als wie koffie dronk en dat deed ook nooit het eerste bedrijf. Dan wordt de steenvast altijd de telefoon gepakt, wordt er gebeld en dan wordt er overleg. Hoe slapen we vandaag? Bij jou of bij mij? Huh. Eerst moesten we dat een beetje aan wennen, maar toen er een keer aan de wijn van, toen wisten we het niet meer anders. Het begon gewoon op te vallen dat er niet beeld wordt. En op een gegeven moment, toen was het zover, dat wordt niet beeld. Dus we zijn god, moet je niet even belden en overleggen hoe er slaap met wordt? Toen kregen we het volgende antwoord. En dat was, nee, er hoeft niet beeld te worden, want er is vanavond geen circus. De clown heeft namelijk een blootneuzen. Vorig jaar hou met het 45-plus team nogal met je succes. Dit jaar is het dramatisch verlopen. Het ging als een nachtkaars uit.
Als je er in de column maakt, dan wordt een beetje mooi van schrijven. Dat is nog een keer kampioen worden en zo. Dit jaar niet. Tweede seizoenshelft ging helemaal mis. Dirk Klumpers, onze trouwe verdediger, helemaal de klus kwijt. Edwin Nieland, de dubbele schaar, kwam niks meer van terecht. Die André Brinker, zoals de keeper. Vroeger hij bij Liverpool de keeper, hij heet een grobbelaar. Juist. Maar ja, kan je niks aan doen. VB twee keer tweede, ze waren twee keer kampioen en dit jaar niks. Maar VB van 5 jaar geleden met een hele club enthousiaste jongens begonnen. Kerels, laat ik maar zeggen, die we doen allemaal 50 plus. En er was ook Anne Kuper bij. En twee jongens uit Hol. De Magen en een vrouw Dick. Paul. Maar Paul dan heeft altijd sandalen nou. Toen zegt Anne Kuper tegen hem van, waarom heb je al die sandalen nou? Paul zei niet veel en hij zegt, daar kom je op de nog wel achter. Via een vantje de uitwedstrijd beheten. En Anne Kuper heeft zich gehoord holen, iets een buisje. Hij was aan het stunnen met de zakken. Toen begon de schoon nog aan. Kijk, zegt Paul Kuipers, deur heb ik altijd sandaal. Het kan natuurlijk niet altijd over naanden gaan, maar ook mangs over hoezelf gaan. Dat is ook mooi. Dit is de keer over mezelf. Ik was van joh, ik heb hier een boer bij ons in de buurt, maar hoe heb je zo overleng? Wie zit met elkaar binnen? Nou, via een overleg, waar we wonen overleng. Wie loopt met elkaar naar boeten, hè? Loopt een hoorn vanuit naar net boeten. Toen zeg ik tegen een boer, jongen. Wat heeft een hoorn van Oelen een dikke kop? Hij pakt me bij naar me en zegt, Arie, zei het nu maar niet, maar wat zeg wie het met wanneer van u, hij voortmeert. Kan je toch weer mee doen. De beetje Boetenhof, in Marco trouwens ook heel veel jongens, die hebben een keet. En die stakken hebben ze ook een keet, bij Kaapmans. Met 12 jongens hebben ze een keet. Pim Kaapmans en dat een beetje overal controleren, dat is Roscoe B. Kaapmans. Maar die jongens die hebben de keet gepakt en die moeten een nieuwe keet hebben van Johan. Die hebben een mooie keet terecht gemaakt, picobello, niks mis met. Maar er moest nog even stroom in. Toen werkte er een of ander Thijs, dan werkte hij gewoon binnen de elektriciteitsbedrijf. En dan zeg ik, ik kan heel verdelig aan dit spul komen. Gewoon via de zaak en minkoop, heel verdelig. Moest dat nieuwe meterkast in, ja, wat kost zo'n kastje? 200 euro? Nou. Vind paar zei hij dat klopt. Dus die jongens gaat er met haar terecht maken, hartstikke fijn terecht. Op lessen kreeg ze een rekening van het bedrijf voor gewoon 1395 euro. Inclusief meterkast 685 euro. Strak voor elkaar. Nu heeft die hele keet met elkaar 7000 euro kost. Ja. Toen zegt een van die olden, zegt, maar dan kan ze wat uit de 65e niet zitten. Ja, sterker nog, de mutsen. Maar diezelfde jongens, hè, die ben vorige week nog op vakantie geweest naar Mallorca. En hij op vakantie binnen geweest, dan doe je allemaal wel eens een keer domme dingen. Die zegt later, ja, jammer. Er is ook een Thijs bij, hij heet nu Tattoo Thijs. Hij heeft een tatoeage op naam laten zeggen, Made in Mallorca. Ik wil jou zeggen, dat is een heel mooie tatoeage. Maar dan had hier had nog een hartje met een H. Nu kun je natuurlijk zeggen, ja, iedereen zegt dat, dat is Herbert en Herma van AMO. Nee, zegt de camera, dat betekent hengst. Johan van de Kistenmaker, dat kent de mail nog leuk, kent de waar bij de gemeente woont, op jongens aan de Rolaas Diek. Daar van Jorden wat terug, daar zit ik een ezel kocht. Toen vertelde de vol trots op de nieuwjaarsvisite met alle buurkjels erbij, dat ik heb een ezel kocht. Toen zegt een van die buurkjels, Johan, als ik hoe dan was, dan zou ik hem met een pet opzetten. Dan kan je tenminste redelijk zien wie het een ezel is. Nu van joh, even nog iets mee gemaakt. Er moest een lamp op hangen in de woonkamer. Dus Johan dacht met een beetje degelijk aan het plafond hem. Eerst gewoon roeden met hoe er zitten moest. Trappen erbij, boormachine, geitenboord, plukken erin. Redelijke goede lange snoepen erin. En toen er van de trap afkwam was het resultaat perfect. Precies middenboom de tafel, kon niet beter. Alles netjes opgeruimd. Maar toen kopen in de loop van de dag in de slaapkamer, boom, moet de lamp erop hangen. Zon en bulden onder de vloerbedekking. De heel nobleur zon, dan denk ik zal de schroef maar te lang hebben. Draai de schroef moet, beetje een kotter erin en terecht. Maar Johan, nee, andere oplossing. Je gaat naar boom met Stanley mes, snit een vierkant stukje uit de vloerbedekking, neemt een hoogste sliepen, slip ze af, stofzuigen als wie glad. Stukse vloerbedekking erin, ook oplust. Ja, dat kan het ook.
Vorige week of ver die dagen bent een hele koppel jongens. Moet Marco die beet naar Terschelling mis. Naar de Appelhof, wat ik gehoord heb. Middag 8, op zaterdag vertrokken. S'morgens is niet eerst meer gekomen. Polsenbrok. Koen Richterschot. En ik zei nou, woensdag is een tweede meer gekomen. Bart Schut had het dikke niet op. Nu wat ze op donderdag gaan, wordt de jongens elkaar nog een beetje te wies af. En ineens tot na een taart uit de mond met een flesje bier. Ja, het is een hele gezellige groep. Dus vrijdag soms is er ook weer een ophaald. En de rest is zaterdags weer komen. Nu wil de jongens van je ook naar Mallorca. Nu is Miranda elke vrouw of ze alleen de heenreis wil doen. Maar wanneer ze weer komt, dan is dat natuurlijk zelf wel Annie. Nu het toch over de vakantie hebt. Als je vier op vakantie gaat, Joke en ik, dan heeft Joke altijd de hele goede gewoonte om alles op te schrijven. Hoe laat het wordt gehad, hoe laat het denkt, hoe laat het over je stopt, hoe laat het waar ze de grens overkomt. En als je dan later weer bent, dan weet het allemaal precies. Hartstikke mooi. Toen ik een keer in gezelschap vertelde, daar was zo'n vuurzitter, Henk Bussing was er ook bij. Dan zeg, maar zo'n overzicht, daar ben ik helemaal niet nodig. Ik zeg, Henk, hoe bedoel je dat toch? Nee, zeg, je bent constant naar Zuid-Frankrijk geweest. Ging er 4 dagen overheen. Toen wist ik precies hoe later ook in Maastricht waar ze was, hoe later ook in Luxemburg, Dijon, Lyon en in Zuid-Frankrijk. Ik zei, hoe kan dat nu dan toch? Exact zeggen, de tiet en daar de maals erop zeggen. 5 bekeuringen. Ja. We hebben een hele mooie tijden. Er staan allemaal botjes bij, onder de 18 geen drank. En was hier gistermiddag, was hier, of gistermorgen was hier het kinderuurtje. En door achter die bar volgens mij stond Frank Mulhoff. En er was een kerel die wel even een appelsap halen voor zijn kindje van 5 jaar. Maar dat keer schudt zich al aan hoed en toen zegt hij van, maar hé, ja, de appelsap is niet meer wat er was is. Vaak en broem, nee, afvalkorn. Maar goed. Ik vind heel nobel is de auto is de heilige koe. Erik en Henny Klein Twenna ben ook heel zuinig op de auto. Je gaat één keer in 4 dagen als ze naar Sanderman in Rissen. Even wassen, poetsen van binnen. Super mooi voor elkaar. Maar elke ding, ze heeft een auto waar picobello bistand. Maar nu zegt Gert, Erik zijn vader zegt, dat is allemaal flauwekul. Het kost klauwen met geld, joh, dat kan je zelf aan verdienen. Ah, en Erik, dat doe je toch zelf? Ja, dat doe ik ook, zegt Gert. Gert, ik weer de spuit aan. Auto klaarmaken. Het is even niet aan de dag dat een rotorvrees weer opzet. Voor 5000 euro aan auto kapot. Dat kan beter laten was. Het ophalen van de Schutterskoning. Gistermorgen heb ik het ook nog even over hem. Maar daar is toch nog heel iets vuurval. Je wilt een keer vlam van Blauw naar de Rietsersweg. Dat is nu de vuurzitter van de schietcommissie. En het is dan groot gebroek dat ze vanaf die plekken dan ook vertrekt. Toen iedereen de was, toen zonden ze dan voor het gaan. Toen zeiden ze nog tegen jou, Wilm, hey, als men dan? Ja, nee, zeg je Wilm, zal het niet overkomen. Ik in de eerste keer vuur zitten en dan werd vergeten, dat gebeurt niet. De boerenkapel, de kapel mag zijn, die gaat ook met op de platwagen, speelt een vrolijk deuntje en dan gaat hij richting de Schutterskoning. Maar ja, zie je wat nog maar gehoord en waarvoor? Toen zeg je Wilm, hoor, je neven vergeten, ik ga achter op de Del staan. Dus toen gauw we een autootje geregeld, wie naartoe zijn, je neven opgehaald. Toen konden ze nog net onderaan Merkelsenberg. Konden ze aansluiten om de koning op te halen. Dus dat ging correct goed. Gistermorgen zat ik nog even te kijken op Facebook en dan kreeg ik van die filmpjes voorbij. Dat ze bij Arjan en Natasja waren. Toen zag ik die beiden zo naast elkaar staan. Ik denk, het is toch geweldig, of niet dan? Dat je op zo'n manier bij elkaar komt. Eén als Schutters koning, een ander als biljetkoningin. Dat kan toch niet beter? Supermooi. Jan van de Kruurde was als man ook. Toen zeg ik, ja. Ja, Arjan en stuit nog wat, mans. Maar nu ook mangs zonder pomerans. De brandweer. De brandweer, daar Mark Loden en het petje vooraf. Die hebben een heel druk jaar daar. Ze ben daar nog vuurtjes westblussen van vroeger toen het nog knetternet was. S'morgens om 6 uur stonden ze bij ons op een hoog. Er was een vlammetje aan het zinnen komen.
op onverklaarbare redenen. Ja, de boer was daar soms en heel nog druk met zijn grij aan te krijgen, maar dat wil eerst niet branden en die zonnesmond begon te branden. En dan moet mijn verhaal naar boeten komen, hoe zal dit aanwenden komen? Stop TVO's, Markels nieuws, hoe is dit aangekomen dat de discogangers dit aanzonden, stokken hem. Ja, ja, die groep doet al 400 meter weren, een vuurtje er maar. Maar van je had ook aan Kooi Diek. Of Harry van de Kweet heeft daar zijn opslag bij Gert-Jan Schorvaar. En Harry daar doet al die show met post. Nou, dat is ook altijd mooi, niks mis met. Maar dan moet het vuurtje daar een beetje opgelaten. En op een of andere manier wil een pruttelij het beste branden zondagsmorgens 6 uur. Maar dan kun je ook niet eerst een trein. Dus er wordt een bel doen, een trein, vuur, Kooi Dijk. S'morgens zit Gert-Jan Schorvaar en zit voor de televisie. En hij zit er, hé, branden op Kooi Diek. Aan Kooi Diek. Wie mag er toes? Had helemaal niet gegaan. En de balk is stokken met z'n vantje een half uur later aan de stok. Er zit er nu een van Schuppen in het bestuur. Bij ons in het Markelse Broek is Hanna van Timma, Gerda van Hossebeeld en Dika van Kivian. Die bent vriendin en die doet ook langs verziet met elkaar. Hoe van jou zal er ook een keer gebeuren dat ze bij ons bij Timma kwam. Gerd en Dika Roelvink, die haalt Johan en Gerda Schegerman op, komt tegelijk bij Timma. Toen komt ze daar binnen, toen ziet ze dat ze een hoorn op de kuk hebben. En ze hebben maar geen hoorn bij Timma. Dus toen vragen ze, hoe kan het nou wel dat jullie een hoorn hebben? Ja, ze denken, wie hebben een hoorn? Ja, dat is natuurlijk geen antwoord. Wie wil precies weten hoe dat kan? Nou ja, ze denken, ik zal het toen vertellen. De hond is niet van ons, maar hij is van Oom Dix. Oh, en waarom is de hond dan hier? Zal ik u vertellen. Hoe daar nog of hij kwam. Henk Oom Dix zegt, we hebben bij ons twee soorten honden. Twee rekkels en één teven. En als die teven leuks is, dan is er met die rekkels helemaal niks. Maar nou niks te beginnen. Zal die teven, als hij de eerste volgende keer weer leuks is, niet een dag of wat bij u kunnen zijn, zodat die rekkels beter te hanteren weet. Oh ja, ze denkt van Timmer is wel gehoord. Dus Kels, nu weet, daarom is een hond hier. Maar Johan zegt, maar hij dicht daar iets dieper over na. En hij zegt, en hoe duidelijk gaat het nu twitten? Als hij een vrouw in de maandelijkse cyclus zit, breng je dan ook? Of kan ze toch wat meer in? In Stakken hebben we een groep Kels, dat is het mannenuitje. Toen eerst een zaterdag van Johan gaan met elkaar een dag voort. Twee man moeten organiseren en de rest is chokken er wel achteraan. Meestal komen hier een of andere culturele bezigheid terecht. Dat gebeurt er niet. Dit jaar ben ik in Amsterdam geweest. En daar ook een rondleiding had door een criminele, nee, weet je zoiets, een journalist, nou ja, criminele route houden, nou maar zeggen. Dan hebben we dus een beetje vertellen wat er allemaal gebeurd is bij Loetje en bij dingen. Prima, niks mis met. Maar bij ons, dat is ook Krul, Verhagen. En een kerel die wist er al meer van als Krul. Krul kon mama precies vertellen hoe en wat voor gebeurd was en zo. Toen zei hij, zegt, die 15 euro die ik al vond, jouw bewaar, maar dat vindt hem Krul gewoon iedere keer met. Maar na de studie nog even naar de Amsterdam Arena geweest. Ik vind een van de kerels en is zo'n enorme grote fan van Ajax. Hij slaapt in een rood met een pyjama, Herbert Kuipers. En ik weet niet wie van jullie wel eens in de Amsterdam Arena geweest is, maar dat is nogal freestyle. En Herbert en dan begin je ook een beetje te bibben dat de twee leurdikte van de grond is, dus... Herbert durft niet bouwen in de arena. Dat is ook waar. Ben je zo'n enorme fan, durf je niet bouwen in de arena. Nu wijkt hem hier bij de ABZ. Heb ze extra, wij wonen een beetje hoger op. Heb ze extra voor hem een stuk te bijopgezet. Kan een beetje hoog. Bij de ABZ, ja, ik mag het maar zeggen, Herbert, wat je hebt zelf gezegd. Bij de ABZ vond je medische keuringen. Mooie wing, met je blootzappen, van alles gebeurt er nou. Maar bij Herbert in zo even de buikomvang met. En normaal, bij een dokter zei dat bij jou, en hij doet hem zo weer. Maar, oh ja, zo is het, ja. Maar dat komt bij Herbert niet, nee. Dus, toen zegt hij vrouwke tegen Herbert van, wil je even doen op de metbehandeling, dan loop ik er even mee. Toen zegt Herbert, ik kijk zo rond en zei, kom toch maar weer. Maar 100% gehoorde keur. Alleen de buik was een aandachtspuntje, zegt de dokter.
Kobi van Gert Lux. Dan is van Jorre of met een spinnekop naar een tandarts geweest. Bedoelt niet verkeerd, hè? Ook niet seksistisch of zo. Gewoon wat ik zeg. Ik zal u vertellen hoe dat kwam. Kobi moest naar een tandarts. Was er elke helemaal terecht te vuur. Lup ze nog even boeten. Toen hoort ze aan de andere kant van de schutting gepraat. Aans als normaal. Nu wil het geval dat toen dit hoes nog te koop stond. En het zon zomaar kunnen wij dat het een nieuwe buurleuzel won. En hij wil ze ook wel nog wat zien wie daar bent. Maar ja, als je alles met haken en schutting hebt overschuift, dan valt te weinig te kieken. Alleen nog buur in het zitje. Als je het heuf zo hoog mogelijk instokken, dan kon je net over de conniveren en kieken. En dan kon je wat zien. Nou, gauw hebben gekeken. En toen moest dan ook echt voort naar een tandarts zijn. En toen lees bij een tandarts in het stolen. Toen zei een tandarts, er zit nog een spin in je haar. Oeh, ja, ja. Dan kom je nog wat drukker wist. Zei dan ook maar niet, woed ze met druk waar ze wist. En of ze nu zien hebben wie er niet je buurlui wordt, dat zal voor ons altijd een vraag blijven. En voor u misschien een weet. Toch? Henk Bonhoff, daar zit hij achter ons. Hij is van vuur op vakantie geweest. Met een caravan. Breewijk en Rood trekken, Zuid-Duitsland, Oostenrijk, dat wonen ze allemaal. En ze netjes uitgestippeld, dan op die camping, dan op die camping. Zit ze in Zuid-Duitsland, de eerste camping, geeft haar een auto op. Geen enkel probleem. ANWB belt, wordt een auto gebracht. Dat doet dat, maar waar we twee dagen langer op dezelfde camping blijven, maar vooruit. De ANWB die komt netjes met een auto bij op de camping. Komt ze mee aan kijken, de auto bezig zonder trekker. Een beetje lastig. Dus een roodtrek is niet zo heel veel wat brengen. Gert Roelvink en Geert bij ons in het maken ze brok op jacht. En hij vuurt ook met enige regelmaat een beetje in dronen. Ene keer is alleen, de andere keer heeft er een bij zich. Toen ze van jou hier met Hendel Gottenberg en toeren wist. Het hele maken ze brok duur, alles bekeken. Toen ze weer terugging, toen vuurden ze een slijkendik weer terug. Toen ze de schrijver verbindt, toen zegt Hendel Gottenberg, oh. Hier rechts nog een mooi perceel appel. Ja, ja, nee, zegt Gert, dat ben een rode appel. Nee, zegt Hendel Gottenberg, dat ben een groene appel. Ja, nee, zegt Gert, maar dat echt niet hoor, dat ben een rode appel. Hendel zegt, je hoeft me niks te vertellen, dat ben een groene appel. Gert bedenkt zich niks, stopt, een auto in de achterhoed, stopt vuurt perceel, geeft uit een auto, loopt een meter of wat lading, de haan in de grond, start nog met een vinger op een kei. Nagel nog hartstikke min duur, maar goed, dat dag later. Stuk of drie, vier, appelboom de grond. Lupt hem met naar een auto. Zegt hij Hendrik, hier, kijk maar, rode appel. Nee, zegt Hendrik, het beent groen, maar ze beent nog niet de koks. Doe even een gevalletje, dat zal me nooit overkomen. Ja, lacht er maar om. Arie was van Jorra, het werk bij Does in de tuin. Komt een autootje aan, zo op de weggetje op aan. En u weet maar waar die en Joke woont. Die woont netje van de weg af. Komt een keel aan verder met een autootje. En hij hult een beetje stil en dan zit er de kijken. Arie ook al vrij nieuwsgierig, dus treft hem op aan. U zoekt wat. Ja, zegt de keel, je wilt zaterdag gewoon een cursus holen bij de poppen voor scootmobiel. En is dit openbare weg of is dit van u? Nee, zegt Arie, is openbare weg. Dus ja, kun je doen wat je wilt. Nee, zegt de keel, maar dan gaan we dat zaterdags doen. Ah, idioot man, vrije man. Toen loopt ze weer naar de auto en zegt een keel tegen Arie van, zeg, hoor je van koppen? Of kan een vrouw goed koppen? Ja, zegt Arie, ik heb wat met kuts. Nou, daar heb ik wat moois voor u, zegt de keel. Loop me eens even met. Doe een kofferbak dus. Hele grote set met pan. Hier, zegt voor u. 1495 euro. Klinkt aan de klok. Ha, zegt Arie, mij veel te veel. Wat wil je ze vermissen? Nee, niks. Maar op lessen kwam ze naar Dram en Dram toen kreeg ze nog een pannen extra bij. Hier, wat is er, Harry? 100 euro. Nou, zeg ik heel, is verkocht. Hij een heel grote pannen zet. Harry wil hem naar binnen gaan, 100 euro ophalen. Nu even geen 100 euro in toes. Hij wie naar de kerel en zegt, ja, spit me, ja, ik heb geen 100 euro in toes. Oh, zegt de kerel, maar mij is goed. Ik heb zo'n kastje bij me, kun je zo'n pinnetje in nog klaar. Oh, ja, nou. Dus naar binnen, pasje ophaald, betaald, netjes, Harry de pan met. Ik heb Arie met die pan in de keuken, toen zeg je ook, wat wil je gossen met al die pan? Je hebt toch pan? Keel naartoe zoet, pan zet. Ja, is eigenlijk ook wel zo. Ik heb Rudy daar even achteraan en zeg, wat je betaalt dan? Ja, met een pasje. Ja, maar een keel kan met een skimmer erop hem zitten, wie zal het zijn? Verdomme, ja, dat is ook wel. Goh, baak op, bel, pasje blokkeer. En wat heb je met een pan nou, Nef? Die heeft een vorige maar zijn nichtje. Die handjes te blijven met.
Wij hebben hier in Merkel een Univé-kantoor. En het kantoor dat is ervoor om lopende verzekeringen af te sluiten of eventueel bijstelling in de verzekering aan te geven. En dan kan je zo door met helpen. Maar als ik nu goed begrip heb, dan krijg ik nu een Univé-winkel. Nu weet ik niet precies wat ik me daarbij met mijn revue stel, maar als ik het woord winkel hoor, dan moet ik toch altijd denken aan een kassa en een tuinbank en een weegschaal. En dan vraag ik me elke of kan je er dan smiddag ook binnenlopen en zeg, doe maar even een onsje brandverzekering of een pontje autoverzekering. Ik weet het echt niet. Het lijkt me in elk geval gruwelijk lastig voor die dames die daar werken, maar die ben sturen van haar werk of. Dan komt er weer een binnen, tingelingeling, de deurbellen weer wat, denk ook dat ze zo weer. En dan kan je weer die leuwe helpen. Ze vonden juist al af dat die dames gestoord worden waar je erheen wilt bellen. Dan moet je eerst naar het hoofdkantoor bellen. Dan gaat ze van het hoofdkantoor weer duur verbinden naar Merkel. Volgens mij kon dat ook volle makkelijker rechtstreeks. Dan kon ze die vrouwen op het hoofdkantoor waar we aansluiten. Nou, schelden ook alweer in de kost. Maar goed, daar zal ik wanneer goed genoeg over nadenken misschien. Ik wil er nog één tip meer met geven. Als het met terecht is, dan zoek er zo op elke meter toch nog een redelijke betonpoel vuur zetten. Maar lauw eerlijk zijn, hij is met iemand in onmin levert of een schadeclaim die het keer met won en die kan het niet eens won en die zon dan van of de smid naar aanlopen hem, sta je met een klein beetje muizen min in het pand. Dus neemt er hem met en viseert waar wat wordt. Ja, vind nog een paar dingen meer op papier, Sari, maar de kapel, ja, het moet gebeuren. Vind maar afsluiten, we wensen nog heel mooi zondag met elkaar. Heel veel willen. En de koningen genieten ervan. Ciao.